Maar misschien een beetje leuk, ik weet niet hoe bekend jullie zijn in de fluitwereld, maar we hebben een groot deel van de familie dwarsfluit bij ons vandaag. En dat begint eigenlijk bij de piccolo. Ik zal het hier even stoppen achter. Kijk, dat is een piccolo, dat is het kleine zusje van de fluit, die kan heel hoog spelen. Die zullen jullie wel horen, ja, in een later stuk. Dan hebben wij ook gewone fluiten, daar hebben we heel veel van, superveel. Dan hebben we ook de wat kleinere fluiten hiervoor. Kunnen jullie misschien de fluiten laten zien? Je dacht misschien eerst, wat een leuke hockeystick. Nee hoor. Dat is dus, ja, dan zei oh, jij hebt een hele mooie kleuren. Als je mee kunt zien, kijk, ik kan met alle kleuren van de regenboog van je fluit hebben. En gaan we rustig leren, samen ook. Yes. En dat is dus echt puur voor als je wat kortere armen hebt, wil je ook wat dwarsfluit spelen. En dan is dit, jullie kunnen zelf proberen om zo te zitten een tijdje. Wordt heel zwaar. Dus vandaar dat we ook op jonge leeftijd, ik denk dat de jongste die we vandaag hebben is 5 jaar oud. En daarboven hebben we allemaal leeftijden. Ik kan niet vragen de leeftijd van de oudste hier in het gemeenschap. We hebben oma's ook in ons midden, laat ik het zo zeggen. Hartstikke leuk dat iedereen meedoet. En dan hebben we nog wat meer. We hebben 2 wat grotere fluiten hier in het midden. Dat zijn optfluiten, die zijn dan weer lager dan de gewone fluit. En we hebben nog 3 hele mooie fluiten achter. Dat zijn de basfluiten. En dan denk je bij die ene van Sebastian, denk je wel van, goh, dat is toch gewoon zo'n buis die ik in de keukenkast heb. Dat klopt. Dat is gewoon een PVC-buis. Want het was zo, het zijn zo'n zilveren die je Margit en Francine hebben. Dan moet je bijna miljonair zijn. Om zo'n fluiten te doen. Ja, maar die zijn echt best wel duur. En dat zat in Groningen, want hij is niet zo lang geleden overleden. Jelle Hooghuis vorig jaar of zo. Hij bedacht, hij had zelf fluitorkest en hij dacht van, ik wil toch dat iedereen een fluitorkest kan hebben. Toen heeft hij zelf verzonnen, dus in Nederlander, we kunnen ook van plastic een fluit maken, met goedkoper materiaal. En die fluiten van Jelle Hogehuis, die zijn echt verkocht over de hele wereld. Want dat heeft gewoon een betaalbare prijs. Dus ook dat, want dit instrument is van de muziekschool in Houten. Die heeft ja, dus zelfs een muziekschool kan zo'n fluit. Dan gaan we jullie niet meer in de laten wachten. We gaan beginnen met de Bohemian Rhapsody. En we gaan hem net als goed spelen als bij de generale. Concentratie op.